Hey, dit is helemaal niet officieel. Ik zit hier gewoon 's avonds in mijn pyjama. Maar ik wil toch even een kort introotje opnemen. Ik ga niet te veel zeggen. De titel spreekt al voor zich. Mijn vriend en ik gaan samenwonen en zijn op zoek gegaan naar een huis. Hoe dat verliep, ga je allemaal zien. Ik heb alles zoveel mogelijk voor jullie vastgelegd. Bepaalde dingen heb ik weggelaten, want dan werd het misschien te veel informatie. Maar ik heb mijn best gedaan op een leuke video voor jullie. Dit is het eerste deel en ja, je gaat het eerste moment zien. Direct vanaf het eerste moment dat er iets ging gebeuren rondom het kopen van een huis heb ik het vastgelegd. En ik hoop dat jullie het heel erg leuk vinden dat we gaan samenwonen, maar ook dat ik het voor jullie heb gefilmd. Dus zeker je duimpje omhoog en laat even een reactie achter. En veel plezier met kijken. Oh my god, ik ben helemaal door het dolle. Ik kijk dus regelmatig wel naar huizen. Ik heb iets van, ik zou best deze zomer al met haar willen samenwonen. En ik heb nu echt gewoon een droomhuis gevonden. En ik heb net haar gebeld, mijn moeder gebeld, weer haar gebeld. Ik zit te kijken, ik ben helemaal dol. Ik kan niks vinden wat er niet goed aan is. Ik heb een gevoel wat ik kreeg toen ik voor het eerst verliefd was. Toen ik mijn webshop startte, toen ik mijn YouTube kanaal startte. Als je een nieuwe baan, die kriebels die ik kan voelen. Die drive die ik zo lang niet heb gevoeld, voel ik ineens. Ik ben helemaal dol. Dit kunnen we ook makkelijk samen betalen. Ik heb zelfs makelaar gemaild. Ik word helemaal gek. Ik vind het... Alles wat ik laatst opnoem wat ik wil, heeft dit huis. Ik denk ook serieus, ik ga nu mijn camera pakken. Want straks gaat het wel gewoon gebeuren. En dan heb ik dit vast vastgelegd. Ik ben nu helemaal niet meer in mijn meest enthousiaste fase. Ik ben al een uur helemaal kriebelig. Het heeft alles. Het is een maisonet soort van. Niet met een tuin, maar met een dakterras. Dat vind ik eigenlijk echt geweldig. Want het is lekker wat meer privacy op het zuiden. Ik zei laatst, het lijkt me leuk als je binnenkomt en dat je woonkamerverdieping hoger is. Dat heeft dit. Beneden een werkruimte. Boven de woonkamer met een open keuken in de woonkamer. Dat is wat ik wil. Een leuke eethoek. Dat is wat ik wil. Een bar als keuken met barkrukken eraan. Open keuken. Dat is wat ik wil. Een lekkere, knusse, gezellige woonkamer. Boven 3 slaapkamers. Een badkamer die al af is. De vloer vind ik mooi. De keuken vind ik mooi. Het enige wat ik zou veranderen is verf op de muur. Het is in 2017 geïsoleerd. Dat ik echt denk, hoe dan? En ja, echt dit heb ik. Ik moest het gewoon even vastleggen. Ja. Ja. Wow, ik lijk echt een aansteller, maar ik ben echt super verdrietig. We mogen thuis niet eens bezichtigen. Het is nu al helemaal vol. Ik baal echt gigantisch, want ik heb er ook over gedroomd. En dit voelde echt als mijn droomhuis. Wauw, oké. Oh mijn god jongens, op het moment zelf was mijn camera leeg, dus kon ik het net niet filmen. Dus ik ben er niet zo enthousiast als net, maar nadat ik was gestopt met wat ik voor jullie heb gefilmd, ik had haar gebeld ervoor of daarna, weet ik niet. En ik was echt verdrietig, ik kon er echt om huilen, terwijl ik pas 1 dag geleden dat huis heb gezien, maar het voelde zo goed. En toen zei ik tegen hem van, ik ben heel verdrietig, blablabla. En hij had echt zo, ja, zeker, kom op. Het is ook heel jammer, maar oké. Okay. Toen moest ik lesgeven, toen dacht ik, oké, Charlotte, zet je er even overheen. Kom op, weet je wel. Dat moet niet zo zijn. Ik geloof daar heel erg in. En ik had dus de makelaar, heb ik dat verteld? De makelaar gebeld. Want ik dacht, ik mailde en ik belde. Ik vertelde dus echt ons droomhuis. Niks anders hebben we nog gekeken. Blablabla. En toen zei ze, ik zet jullie op de reservelijst. Toen dacht ik, ja, deze week, volgende week allemaal bezichtigingen. Dat komt nooit meer goed. Heb ik een gemiste oproep tijdens het lesgeven. Bel ik terug. Want had ze gezegd dat er iemand is uitgevallen. Echt binnen een uur nadat ik haar had gesproken. En nu mogen we dus donderdag om 2:50 bezichtigen. Heel veel mazzel, want ik geef tot 2 uur les. En daarna werk ik ook nog, maar is het nu best wel flexibel. Dus dan ga ik weer in de pauze van 12 tot 1 ga ik naar haar rijden. Daar nog een uurtje vragen, uurtje. En dan om 2 uur sluit ik af. En dan snel naar dat huis, want dat is echt een paar minuten bij zijn huis vandaan. En dan kunnen we gewoon het huis gaan bezichtigen. Maar ja, volgens mij is het huis wel ondergeprijsd, zeg maar. En gaat echt overboden worden. En ja, het is zo zonde als je heel erg ver boven de vraagprijs gaat bieden. Omdat je het huis maar wilt. Wel dat eigenlijk, ja, de huizen zijn natuurlijk al super duur. En ik heb opgezocht wat de waarde vroeger was. En het is belachelijk om heel erg te gaan overbieden. Maar ik ben bang als we de vraagprijs bieden, dat er andere mensen gaan overbieden. Dus, nou ja, ik geloof echt. Ik zag laatst ook zo'n video van Elise. Weet je wel, dat ze een droomhuis hadden gevonden. Die hadden ze niet gekregen. Als het niet zo moet zijn, dan moet het niet zo zijn. Daar geloof ik wel echt in. Maar dit vond ik toch wel heel bizar, dat ik dacht, oh my god, het is het. En toen, nee, oké, het was ook te mooi en waard zijn. Nu je meteen, blablabla. En het stond nog niet eens per se in de planning dat we een huis wilden kopen samen. We hadden het er wel over, maar nog helemaal niet. We wisten nog gewoon niet wanneer, maar ik keek gewoon. En dan ineens mag je wel gaan bezichtigen dat ik denk, is het toch het lot? Dus, to be continued. We gaan nu naar het huis kijken.
Ik ben echt zo zenuwachtig. Dat gebruik ik voor als we een huis gaan kopen, als hoe het vooraf is gegaan. Ik ben echt heel zenuwachtig. Zo zenuwachtig dat ik de hele tijd naar de wc moet. Huh? Oh, een hele andere straat. Oké, ik ben nu echt even helemaal in de war. Ik kan wel huilen, want het is heel raar. We hebben helemaal geen haast bij het zoeken van een huis. Het is dat ik gewoon puur kijk, omdat ik ook benieuwd ben, wat is er hier in de buurt van waar hij woont. Wat groter is dan waar hij nu woont. Dat is net een beetje klein. Ik ben gewoon helemaal er stil van. Het was zeg maar, ik heb zo erg naar die foto's gekeken. En ik dacht, de keuken zal wel kleiner zijn dan op de foto's. Het plafond zal wel lager zijn. De woonkamer zal wel kleiner zijn. En ik loop weer binnen. En het is gewoon, je hebt het zo helder in je hoofd. Het is alsof je een serie kijkt al heel lang. En je loopt dat huis binnen van het droomhuis. Wat je binnen ons budget droomhuis, zeg maar. En alles was zoals op de foto's. En ik liep daar en ik stond daar. En ik dacht, oh my god, ik zie mezelf hier helemaal wonen. En ik was echt, mijn ogen straalden echt. Ik was zo blij. Maar nu weet ik het niet, want ja, het gaat over jullie thuis 21. We zijn de eerste die het huis komen bekijken. Dus in die zin geen stress met bieden. Maar hij zegt wel van ja, kans dat het voor minstens 15.000 meer weggaat. En ik zo, ja, krijg je één kans om te bieden? Ja, je krijgt één kans om te bieden. Dus wat als je net 5.000 minder biedt? En dus ja, hij zegt ook, schrijf in de beschrijving gewoon heel duidelijk om de laatste duizendjes. Dat maakt niet uit, weet je wel. Hij zegt laatst, we hebben net ook een huis verkocht aan iemand die vierde was geworden. Schrijf erbij dat we misschien, dat deze makelaar misschien haast huis mag verkopen. Wat je allemaal leuk vindt aan het huis. Maar ik kan het wel, het is bijna een soort auditie. Dus daar heb ik heel veel zin in om dat straks even te gaan doen. Het is best wel heftig in één keer. Ineens komt het op je pad en het gaat allemaal super snel. Maar het was echt perfect. Dus ik ga even mijn moeder ook bellen. Oké, doei. Hallo, ik ben naar het huis aan het lopen. Dat hebben Hanna en ik gisteren ook gedaan. Om even te kijken hoe de omgeving eigenlijk is. Gisteren was het heel lelijk qua weer. Vonden we de omgeving een beetje afknapper. Ook niet, ja, niet kindonvriendelijk, maar ook niet echt heel erg kindvriendelijk. Er zijn heel veel speeltuintjes en zo in de buurt weggehaald een paar jaar geleden. Dus het was een beetje minder. En het was er wel, alleen dan moest je 4 minuutjes lopen of zo. En het was heel lelijk weer. Dus vanochtend ging haar rennen. Ik dacht, het is hier lang weg. Toen zei ik, ben even langs huis gerend. Dus een kwartier lopen en terug, maar heeft even gerend. Zei dat het wel al veel beter was. Dat is een mooi watertje daar. Dat zag er dan veel aantrekkelijker uit. Nu met mooi weer zag dat watertje er dus veel leuker uit natuurlijk. En ik wou nog even lopen. Ik dacht, ik loop ook weer even naar het huis. Om ook eens te kijken. Ik wil het sowieso hebben. Maar ik wilde gewoon wandelen. En dan heb ik weer iets om naartoe te lopen. En ik heb wel te graag gezegd, ik wil vandaag wel een besluit nemen. Ik wou zeggen een besluiting. Een beslissing, een besluit. Of we nu gaan bieden of niet. Nou, er is nog een kans dat je het helemaal niet krijgt natuurlijk. Maar dan hebben we wel vast een beslissing genomen. Oh my god, we hebben misschien het huis. Oh my god, ik heb het niet vastgelegd. Oké, want ik zou met een paar minuutjes terugbellen om te vertellen of een bod akkoord is. Kun je anders vragen of hij mij terugbelt of moet ik een mailtje sturen? Oké, doe ik dat. En moet ik anders ook nog even proberen te bellen of hoeft dat niet? Oké, doei. Ja, het is akkoord. Ja. Voor ons. Ik ga dat nu gelijk bespreken met de verkoper. Oké, heel spannend. Dankjewel in ieder geval dat je hebt gebeld. Ja, graag gedaan. Oké, doei doei. Hoi. Jongens, ik heb toen helemaal niet voor jullie gefilmd. Dat zie ik er ook uit. Ik heb toen helemaal niet voor jullie gefilmd dat we het bod hebben gedaan. Oh, we hebben een bod gedaan die echt wel boven de vraagprijs lag, maar niet ons alleruiterste bod. Niet onder voorbehoud van bouwkundige keuring. We hebben aangegeven dat we ook wat eigen geld hebben, dus niet de volledige hypotheek daarvan afhankelijk zijn. En dat de opleverdatum goed is en dat deze makelaar ook het huis van H mag verkopen als we dit huis krijgen. En een heel verhaaltje over waarom dit ons droomhuis is. En de vraag of als er een ander stijl of persoon is die net boven ons bedrag zit, ze alsjeblieft contact met ons willen opnemen. En dat heeft ze dus net gedaan vanochtend. We werken trouwens thuis. Dus daarom zie ik er zo uit, want het is sneeuw. Het is pas heel erg vroeg. De inschrijving sloot om 9 uur en ik ben meteen daarna gebeld. Had ik echt niet verwacht. Maar hij heeft toen aangegeven, er zijn er 6 andere biedingen. De helft ongeveer ligt precies rond jullie bod. En de andere helft, 3 volgens mij, die liggen net er iets boven. En toen was ik heel benieuwd wat dat zou zijn, want we hadden wel voor onszelf iets van, oké, tot hier willen we gaan. Want we willen natuurlijk niet een te hoge hypotheek maandelijks en we willen ook niet een extreme overwaarde voor iets wat een huis niet waard is, puur omdat de markt nu zo raar is, zeg maar. En toen noemde hij het bedrag wat precies, zeg maar,
rond de max lag van wat wij wilden bieden. En toen was er één stijl die dus 1000 daarboven had geboden, zodat je net boven een bepaalde grens zit. En als wij dan dus 2000 daarboven zouden bieden, dan zouden we sowieso de hoogste bieder zijn. En we hebben dus ook hele goede voorwaarden. En ik hoopte eerst dat we het misschien sowieso met de voorwaarden zouden redden. Want de makelaar zei al dat hij laatst het huis heeft verkocht aan iemand die de vierde hoogste bieder was vanwege de voorwaarden. Maar nu waren er dus meerdere stellen. Kijk, je moet altijd maar vanuit gaan, is het waar wat je verteld wordt? Maar ik geloof dat wel. Er waren meerdere stellen die goede voorwaarden hadden. Dus we moesten het wel van ons bod hebben. Dus ik ha bellen, die nam niet op. Die is in een meeting. Ik bel mijn moeder. Die heeft ook iets van, ja, doen. Vervolgens belt ha me terug. Ik denk, ja, ik kan de makelaar niet bellen van, we doen het zonder met ha te overleggen. En hij heeft ook iets van, ja, hij is niet zoals ik, zo, maar doen. Dus ik bel net naar het kantoor. Toen was hij er niet, kreeg ik 06 nummers. Dus ik heb het net gezegd. Hij gaat nu meteen met de verkopers overleggen. Hij zegt, ik heb goede hoop. Dit is bizar. Dit is onze allereerste bezichtiging, onze allereerste bieding. De allereerste keer dat we überhaupt het hebben gehad over echt serieus samen gaan wonen. Het zou wel in juli zijn. Ik ben helemaal gek aan het worden. Het wordt een super drukke tijd nu. We moeten weer naar school en dan moeten we ook ineens de hypotheken gaan regelen en dingen. En we wonen natuurlijk heel ver bij elkaar vandaan. Dus totaal super druk. Maar oh my god, ik vind het zo spannend. Misschien word ik echt serieus over een kwartier al wel teruggebeld, hè? Je weet het niet. Jongens, oh, ik vind het zo spannend. Goede voorwaarden en jullie motivatie die jullie geschreven hadden. Nou, geeft de verkopers echt wel het overtuigende gevoel om jullie voorstellen bij de hand aan te grijpen. Nou, super. Ja. Toch. Oh, wat leuk. Mijn vriend zei nog van, ja, het kan ook dat mensen denken van, jeetje, wat overdreven. Dus ik had het al wat ingekort, maar... Ja, nee, dat vonden ze erg leuk. Oké. Om te lezen. Oh, fijn. En dan de oplevering zou dan per 1 juli kunnen plaatsvinden. Oké, ja, dat is voor ons prima. Hallo, met Lina. Hallo, met Charlotte. Hallo, ik was thuis. We hebben het huis. Nee! Oh my god, mama. Wat gebeurt er? Hoe heb je dat goed gedaan? Maar ook door met die man en te zeggen, oh, ik er toch nog tussen. Dat je meer wil en zo'n goede brief en een hele combinatie. Lekker zonder aankoopmakelaar ook gewoon, hè? Hij zei, ja, ze hebben het even bekeken. Ze vonden jullie verhaal echt heel erg leuk. Ja. En het bod is natuurlijk goed, maar ze vonden, de oplevering is dan 1 juli. Ja, ik vind dat super. Want dat is zeg maar net volgens mij een week of anderhalf week voordat de zomervakantie begint. Dus dat is heerlijk. Dan kan je vast een beetje naar het huis, weet je wel. Hier, de gemaakte afspraken gaan we vastleggen in een koopakte. Om dit te kunnen doen ontvangen we graag een aantal personalia gegevens van u. In de koopakte zal een bepaalde periode worden opgenomen waarbinnen u de hypotheek rond dient te krijgen. We raden u aan tijdig te starten met uw hypotheekaanvraag. Oké, vriendinnen zijn ingelegd. Lot, Sean, Jiminy en Ro heeft het nog niet gehoord. Mijn broertje weet het, mijn ouders weten het. Ik heb me bij de oma's gebeld en de moeder, ouders van H weten het. En nou, nu weet iedereen het die het moet weten voor nu. Ik heb gemaild naar degene die mij laatst heeft geholpen hier met mijn verzekeringen. En hij doet ook hypotheken, dus ik heb net gemaild of hij ons daar ook bij wil helpen. En dat is volgens mij de eerste stap nu. En ik heb net informatie ingevuld via move.nl, daar werken ze mee. Zodat ze de koopovereenkomst kunnen opstellen. En die moeten we dan ook al gaan tekenen deze week. Digitaal, heel raar trouwens. Normaal is dat echt zo'n momentje en nu is het gewoon even digitaal. En dan moeten we naar notaris en ik weet er verder nog helemaal niks van. Dus, that is it. En ik heb helemaal zin om deze vlog te gaan uploaden over een tijdje. We gaan er dus 1 juli in, hè. Dat gaat super snel. Juli. Even juni, juli. Oh my god, dan is het zomervakantie. Het wordt zo leuk. Oh my god, dit moment dat er staat onder bold. Ik was echt benieuwd wanneer dat zou komen. Het staat er nu al, zo leuk. Zal ik jullie een sneak peek geven en een foto van het huis laten zien? Dit is een sneak peek. Ah. Ik ga net even naar de supermarkt lopen. Weet je, het is zo grappig de laatste keer dat wij praten over toen ik het had over... Jullie willen dit gewoon allebei. Ja. En daar gaat het om. Ja. Ik het echt willen. Ik ben er ook echt wel aan toe. Dat heb je niet nodig. Ja. Gewoon een volgende stap denk je dan dat je nu dan gewoon met hem... Oh my god. Je gaat weer samen wonen. Ja, ziek raar, hè? Oh,
spannend rond. En ik zal uitsluiten wanneer. Want ik heb alleen de eerste 20 seconden gehoord. Toen werd ik zo enthousiast. Ik heb gelijk gebeld. 1 juli. Vijf maanden. Als je binnenkomt, heb je beneden een verdieping met een kamer. En daar kan ik helemaal mijn webshop en zo gaan bouwen. En nog een chillbank. Maar ik weet het pas. 2 weken geleden heb ik pas een bezichtiging aangevraagd voor dit huis, hè? Dus het is echt, toen ik jou zag, de dag ervoor zag ik jou, volgens mij. Ik ben bij mijn ouders en we gaan, ik was net dus bij oma en nu bij mijn ouders. En we gaan even champagne openmaken om te toasten op het huis. Komt in de vlog als we het huis kopen. Bijzonder momento. Wij zijn, het is 5 februari en wij lopen nu 1 minuut, want we hebben een vrijblijvend gesprek met een hypotheekadviseur. Het is zeg maar hetzelfde bedrijf als waar ik zit met mijn allemaal andere verzekeringen, maar dit is dan een collega van hem en ik ben benieuwd of het wat hij gaat zeggen. Hij gaat ons sowieso waarschijnlijk vertellen hoeveel hypotheek we zouden kunnen krijgen, dus dat is wel interessant. En we hebben ook trouwens vandaag net onze handtekeningen en onze paraafjes gezet onder het koopcontract. Dus dat is ook wel bijzonder. Tot ziens. We zitten nu op het kantoor. Ik vind het cool. Het was daar heel warm. We hadden net denk ik 1 uur en 1 kwartier of zo bij de hypotheekadviseur gezeten. Heel veel uitleg. Totale kostenplaatje ook, had ik niet verwacht. Ook meteen notariskosten berekent hij er dan bij. Als je dat bij hem, via hem doet in ieder geval. En nu moeten we eigenlijk gaan beslissen voor hoeveel jaar. Hoeveel hypotheek wil je? Hoeveel jaar? Wil je annuitair of lineair? Wil je bij een bank of een verzekeraar? En bij welke dan? Dat eigenlijk. Hoeveel wil je zelf inleggen? Of wat heb je zelf in te leggen? Dat zijn eigenlijk een beetje de dingen die er nu bij komen kijken. En wil je bij hem natuurlijk. Dus wel interessant. En nu even een beroep. Ik wilde ons toch nog verder oriënteren. Ik ben heel erg moe, sorry. Maar dan alleen die ene hypotheekadviseur, want hij vraagt best wel veel geld. Zijn tarief en bepaalde dingen. Ja, we hadden toch iets van, tot even verder kijken. Dus hij heeft geregeld dat we maandag, dan heb ik vakantie, om 12 uur een online gesprek hebben met de SNS-bank. En ik vind het tot nu toe al wel heel erg interessant. Want ze sturen je dus een huismap waar je al je gegevens kunt uploaden. En dat ziet er super professioneel uit. Dus ik ben vast begonnen. Al je gegevens, maar ook tig documenten. Er moeten 19 documenten worden aangevuld. Aangeleverd. En ik heb er zelf al heel erg veel. Ik heb al de aangifte inkomstenbelasting, koopovereenkomst, mijn pensioenoverzicht, salarisstrook, werkgeversverklaring, splitsingakte heb ik al toegevoegd. En hij moet dan bijvoorbeeld nog zijn, dat allemaal maar dan van hem doen, maar ook onroerende zaakbelasting van zijn huidige huis. En ik moet nog een bankafschrift van mijn spaarrekening. Hij moet jaaropgave hypotheek. Onze ID-kaarten moeten nog. Dat soort dingen. Dus overlijdensrisicoverzekering, woonlastverzekering. Dus, maar wel goed. Dan moet je dus allemaal daar inzetten. Maar er zit ook alles dus in één map. Dus dat vinden we wel fijn. Dus ik ben benieuwd. Maandag. Hallo allemaal. Het is vandaag een het is vandaag een week nadat we ons gesprek hadden met de hypotheekadviseur in Muiden. En we hebben vandaag een gesprek met de hypotheekadviseur van de SNS-bank. Om even te kijken wat die allemaal zeggen. Oh ja, ik heb jullie al verteld. Daar moest je superveel documenten en zo aanleveren. En het lijkt tot nu toe wel goed. We hebben zo, ik heb vakantie, dus dat is lekker. We hebben zo om 12:30 een online gesprek met hem. En ik ben wel benieuwd, want nu weten we al zelf iets meer. En dan kunnen we gewoon even kijken waar hij mee komt. Dus. Dat is positief, ja? Ja, nou ja, dit is hoe de markt werkt. Het is zwaar overspannen. Ja, ik weet het. Er wordt gemiddeld 20.000 overboden. Een leerkracht. Wat ben je? Leerkracht, ja. Ik heb wel alles in die huismap, heb ik alles wel toegevoegd. Oké, we hebben net 1,5 uur lang gebeeldbeld met iemand en we hebben er allebei een heel erg goed gevoel bij. Super helder, super duidelijk. Heel veel nieuwe dingen benoemd die eerst niet benoemd waren en zo. En nou ja, voelt goed, meteen zitten we even door te pakken. Dus nu gaan we even zorgen dat we notaris hebben geregeld vandaag. Kijken of we een taxateur los willen regelen of via hun. Even kijken. Ja, dan hebben we op 11 maart hebben we onze volgende afspraak. En we kunnen het in ieder geval makkelijk betalen met onze hypotheek, dus dat is fijn. Hij maakt het eerst nog een soort spannend, van ik ga even berekenen of het wel kan, maar het komt dus makkelijk. Dus dat is in ieder geval heel erg prettig. Dus nu moeten we alleen gewoon kijken dat we het qua tijd gewoon even gaan aanpakken nu. Want het zou een beetje vervelend zijn als je het qua hypotheek allebei goed kan betalen en dat je dan... Dat het niet lukt omdat je te sloom bent met alles regelen. Dus, nou ja, goed nieuws dus.
Ik ben met mijn ouders, ik heb vakantie. Ik ben eventjes bezig met de lijst af te werken die SNS dus heeft gestuurd. De benodigde stukkenlijst. Want mijn vriend H moet nog veel meer aanleveren. En ik had er heel veel aangeleverd, maar ik moet weer allerlei dingen aanleveren. Echt, die vorige hypotheekadviseur vroeg om bijna niks. En deze om heel veel, maar ik vind het prima. En ik vind het eigenlijk ook wel interessant om te zien wat er allemaal is. Wat er allemaal voor documenten te downloaden zijn op verschillende sites waar ik niet eens van wist. Dus daar ben ik nu mee bezig. Aha, ja, ik zit dus op abp.nl, dat is voor het onderwijs. En dit is dus wat ik nodig heb volgens mij. Ik wil eerst weten, wat krijg je ervoor en wat kosten ze en dan de rest van het verhaal? Maar oké, doe maar jouw manier. Nou, het is vandaag 4 maart en vandaag had H de afspraak met de makelaar. We hebben de makelaar waar we het huis hebben gekocht, kennen we verder niet, maar die hebben we gezegd dat ze ook zijn huis mochten verkopen. En daar zijn ze vandaag voor langs gekomen. Het was een heel positief gesprek en echt leuk, want ze werken ook met stylisten die dan langskomen om te kijken hoe ze het huis nog extra aantrekkelijk kunnen maken op de foto's en zo. En hij heeft te horen gekregen voor welk bedrag het verkocht gaat worden. En dat is echt heel erg positief. De huizenprijs is natuurlijk nu heel erg hoog en toen hij het had gekocht lager, dus dat is gewoon heel erg fijn. Echt om te vieren eigenlijk. Zo werd hij heel blij, maar ik ook voor hem natuurlijk. Morgen gaan we naar ons huis toe om daar te kijken zodat we de verbouwingsspecificatie beter kunnen gaan opmaken. En ik zie hem ook omdat ik gewoon heel erg nieuwsgierig ben. Want vorige keer hadden we niet echt de tijd om te kijken. We hebben 1 keer zijn we daar geweest. Heel kort. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. En afgelopen week, volgens mij maandag of dinsdag, is ook de taxateur vanuit de hypotheekadviseur in Hazenhuis komen kijken voor de taxatie. Die dus niet de verkoopmakelaar doet, maar dus een andere makelaar. Die zat ongeveer op hetzelfde bedrag qua taxatie. Dat is voor de hypotheek belangrijk, voor de bank, om garant te staan. En vandaag is ook de taxateur naar onze nieuwe woning gegaan om daar de taxatie te doen. En die moeten we dan morgen nog de verbouwingsspecificatie sturen. Zodat ze ook rekening kunnen houden met dat we dus nog beter gaan maken aan het huis. Bijvoorbeeld dat het energielabel beter wordt omdat we dubbele isolatie boven gaan doen en zo. En dan is dat allemaal van deze week. En verder hebben we volgens mij op 2 documenten na al onze documenten aangeleverd. En dan hebben we dus volgende week donderdag ons gesprek. We hadden afgelopen week ook even een tussentijds belgesprek van een kwartiertje met onze hypotheekadviseur. Dus dat was de 2e keer dat we hem spraken. Toen hadden we eventjes wat vragen die hij heeft beantwoord via de telefoon. En hebben dus volgende week donderdag het gesprek waarin ze als het goed is al met een voorstel komen. En we hebben volgens mij nog 18 dagen of zo voordat de hypotheek rond mag zijn. Dus het is best wel krap, maar het komt helemaal goed. Want we kunnen het echt makkelijk samen financieren. Dus dat komt helemaal goed. Maar het blijft wel spannend, want het is nog niet zeker. De hypotheek moet eerst rond zijn. Dus lekker druk. Oké, jongens, het is vandaag vrijdag 5 maart, 4:15. Net uit mijn werk gesjeest. Want we mogen nu naar ons huis gaan kijken. Dat hebben we gevraagd, want we moeten de verbouwingsspecificatie opmaken. Dan heb ik het al verteld. Ik ben ook gewoon heel nieuwsgierig naar het huis, omdat we vorige keer natuurlijk heel kort hebben gekeken. Maar volgens mij heb ik dit gisteren al gezegd. Maar we gaan dus nu kijken. En ik ben heel benieuwd, want ja, je loopt toch in het huis waar je over 4 maanden ineens bijna woont. Dus ik ben gewoon nieuwsgierig hoe dat voelt en zo. En ik ben ook benieuwd naar hoe de keukenladen zijn en dat soort rare dingen. Maar ik weet niet hoe lang we hebben. En we moeten vooral natuurlijk even kijken naar de dingen qua verbouwing. Dus dat gaat voor. Maar leuk, ik heb er echt zin in. Nou, het is inmiddels een paar uur later. Het was een beetje lastig. Het was natuurlijk heel leuk om in het huis te zijn. Maar toen we het gingen nabespreken hadden we allebei precies hetzelfde. We waren wel een beetje geschrokken van hoeveel er in feite toch nog moet gebeuren. Want eigenlijk moet de vloer eruit, omdat hij niet heel erg goed is. En gaat bobbelen. En je wil niet dat over 2 jaar ineens die vloer eruit moet. Heel veel stukwerk en verfwerk was eigenlijk niet mooi. Dus moet eigenlijk allemaal aangepakt worden. En allemaal van dat soort kleine details. En daarbij moet de hele bovenverdieping dubbele beglazing en misschien ook nieuwe kozijnen. En zo waren er eigenlijk heel erg veel dingetjes. En het was iets kleiner dan we in ons hoofd hadden en we ons herinnerden. Want toen we daar voor het eerst kwamen, vonden we het juist groter dan we hadden verwacht. Want we hadden verwacht dat het op de foto's groter bleek dan in het echt. Maar dat was niet zo. Het was precies als op de foto's. Maar nu ga je toch idealiseren in je hoofd of zo. Dus alles was wat kleiner. Dus ineens vonden we het plafond wat lager en de kamers wat kleiner. Maar ik denk dat het er allemaal bij hoort. Komt wel goed. Maar je hebt natuurlijk het helemaal in 2 maanden tijd een soort van geromantiseerd in je hoofd. Dus dat was wel even iets. En we moeten dus nu even aan de slag met de verbouwingsspecificatie. Want je mag €12.000 lenen voor de verbouwing. En moeten we aantonen dat we dat echt nodig hebben. Maar daar komen we zeker wel aan. Dus dat is
nu de update. Het grappige is dat nu dus het moment komt dat we dus ook een beetje merken dat we dus eigenlijk heel veel dingen moeten veranderen. En dat we dus ook heel erg moeten gaan praten over wat we mooi vinden. En dat we dus eigenlijk heel veel dingen anders mooi vinden. Dus ik ben nu bijvoorbeeld aan het zoeken naar trapinspiratie. Dat je echt denkt, wow, je moet zelfs nadenken over trapinspiratie. En dat zat ik te zoeken naar laminaat voor de woonkamer. Wil je tegels? Wil je rechte strepen? Wil je visgraat? Nou ja, dat soort dingen. Willen we het tapijt boven misschien toch wel weghalen? Dan merk je dat als je eenmaal bezig bent, het is het beeld donker. Dus als je eenmaal aan het nadenken bent en je gaat dingen veranderen, dat je ineens denkt, we moeten gewoon alles aanpakken. En dan denk je ineens van, oh, we hebben een huis gekocht waar we zo in kunnen, naar, oh my god, we moeten eigenlijk echt heel veel doen. En in principe vind ik dat altijd wel heel leuk, maar je moet een soort van start hebben, denk ik. Dat je een beetje weet wat je wil en dan is het denk ik wel leuk om erop door te gaan. Maar op dit moment hebben we geen idee. Je kunt natuurlijk ook niet even leuk naar een boomwinkel toe of zo. Ja, we moeten er wel echt serieus over gaan nadenken. Want het is niet dat je, als je het weet, dat het dan meteen gefixt is natuurlijk. En je kan niet een bank gaan kiezen als je niet weet wat voor vloer je wil. Bla bla bla. Dus dat wordt dan nu wordt het gewoon afwachten van de hypotheek. Kunnen we niet zoveel doen, maar we moeten denk ik wel een beetje gaan nadenken over wat we dus qua verbouwing gaan doen. Oh my god, we hebben nu dus ons tweede gesprek met de hypotheekadviseur. Ons officiële gesprek. We hebben tussentijds ook, ik moet nu inloggen. We hebben tussentijds wel één keer een kort tussensprekje gehad. Maar hij denkt dus ineens dat we vandaag de hypotheek gaan tekenen. Maar dat, omdat hij dus vroeg of we een printer hadden net. Maar dat wist ik helemaal niet. Dus, Maar gelukkig is de getaxeerde waarde net wat lager, waardoor het toch met NRG-normen kan. Dus 6000 energiebesparende voorzieningen en 6000 gewone verbouwingen. Jullie gezamenlijke inkomen is hoog genoeg om het te kunnen betalen. Nou, en er is sprake van beroepsdekking. Dat houdt in, als jij jouw beroep niet kunt uitoefenen, boem, dan keert hij uit. Dus stel je hebt straks dat samenlevingscontract, geef dat alsjeblieft ook door aan je pensioengever. Want dan ben je elkaars aangewezenen voor nabestaande pensioen. Klopt het dat de hypotheek dus pas rond is op het moment dat het getekende weer is goedgekeurd? Ja, dus wij zetten hem dan maandag door. Dan hoop ik dat ze hem dinsdag oppakken en dat we dan binnen een dag een bindende offerte ontvangen. Hopelijk is dat dan volgende week woensdag. Ja. Nou, graag gedaan. Dankjewel. Geen vragen meer? Ja, kunnen wij hier even in blijven om na te praten als jij eruit gaat? Nee, dat kan niet. Oh. Nee. Oké. We kunnen gewoon bellen zo meteen hier buiten. Dat is geen. Maar het is leuk om je gezicht ook te zien een keer. Ja, dat is leuk. Ja, een soort van FaceTime. Nou, je regelt het zelf maar. Oké. Ja. Nou oké, het is dus niet dat de hypotheek rond is. Jeetje mina, anderhalf uur na een werkdag. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik had mijn camera niet bij me, ik kan nog van alles vertellen. Ineens duurde dit veel langer dan ik had verwacht. Een uur en drie kwartier. Niet normaal. Ik wist helemaal niet wat we gingen doen vandaag. De hypotheek is dus goedgekeurd door de bank. Dat wel. Dus dat is, yeah, leuk. Nu moeten we echt 10.000 miljoen formulieren ondertekenen. Hij gaat morgen die map halen. Hij is in het weekend bij mij. Dan gaan we samen alles tekenen. Dan brengt hij maandagochtend die map weer terug. Allemaal getekend, paraafjes, data erop, alles. Dan zet onze adviseur ons op de spoedlijst. Want maandagochtend brengt hij het. En de maandag daarna verlopen zijn die ontbindende voorwaarden. Dat we dus rond moeten hebben, de hypotheek. Dus dan hebben we nog precies een week. Dan komt hij dus bij de adviseur op maandag. Dan zet hij hem op de spoedlijst. Dan is hij dinsdag bij de bank. Dan wordt hij hopelijk woensdag al beantwoord. Krijgen we dan weer iets van 3 pagina's dat we moeten tekenen. En dan is het echt rond. Maar het komt dus op zijn vroegst op woensdag. Dan heb je donderdag, vrijdag. Dan zit er een weekend tussen. En die maandag moet het allemaal geregeld zijn. Dus het is best wel tricky nog. Ik weet niet hoe erg het is als je bijvoorbeeld op maandag het niet hebt en zegt we hebben het dinsdag. Moet je dan al boetes gaan betalen? I don't know. Maar wow, oké. Ik heb nog best wel veel vragen gesteld, maar ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die alles begrijpen wat zo iemand uitlegt. Want het is bizar veel. We hebben een weekend werk aan alles doorlezen. Maar ik wil wel gewoon ook weten wat ik doe en het begrijpen. Dus ik ga het zeker nog doorlezen, maar het is bizar hoeveel documenten we hebben gekregen. Ik dacht, ik ga het oplezen. Ik ga het niet eens allemaal oplezen, joh. Het is alles. Het zijn zelfs dingen over jezelf die je niet eens wist qua kosten. En nou, jeetje. En nu is het 9:45. Als ik wist dat dit gesprek zo lang duurde, had ik niet vandaag mijn nagels gedaan. Want ik was dus pas 7:30 thuis. Maar goed, dat vertel ik niet in deze vlog. Dus, to be continued. We zijn er bijna.
Maar dat is wel reden voor champagne dit weekend. Want de hypotheek is goedgekeurd. Jij bent. Nou moet dit niet. Op een gegeven moment zei hij overal, daar. Straks moet het wel. Ja, voor de zekerheid maar. Ik ben net laat ergens om dit allemaal te gaan tekenen. Alsof jij gaat allemaal tekenen. Ja, wat jij zegt, elke kant, zei jij. Dat is ook heel veel, hè? Elk blad, ja. Je wil elk blad hiervan tekenen. Nou, dit ga je allemaal tekenen. Dat is een informatieblad. Ja. Ja, jij zegt dat fucking aan het blad zetten. Ja, maar jij zegt ieder kleurtje dat je hebt door de achterkant. En dat ik daar ook allemaal paraafjes op zetten. Nee, jij niet hoor. Ja, wat zijn dit voor mensen? Die gaan een begrippenlijst ondertekenen. Wat is een begrippenlijst? Nee, die moet tekenen. Nee. Ja, het is een wat? De begrippenlijst? Nou, dat is heel raar. Dus krijgen wij een hele raar set krabbelvlees, heel raar. Nu zijn we klaar. Gefeliciteerd. Oh, stiekem. Jongens, gisteren onder school had ik geen tijd om het te vertellen. Maar hebben we berichten gekregen dat de hypotheek is goedgekeurd. En ik ben heel erg blij. Ik ben niet mega blij, want we hadden ook wel verwacht dat die goedgekeurd zou worden. Dus het is niet onverwachts of zo, maar toch heel fijn nieuws. En nu is het dus de dag erna en ben ik op mijn werk. Heb ik 3 formulieren. Die heeft H getekend, naar me opgestuurd. Die heb ik nu geprint en die ga ik nu ondertekenen en weer opsturen. En dan is het gewoon rond. Nou, het is inmiddels echt al 5:10. En ik ga tekenen. Spannend. Nee, helemaal niet spannend. Maar ja, wel bijzonder, maar het is niet spannend. Want het is zo niet bijzonder dat je het gewoon zo op je werk loopt te tekenen. Maar goed, het wordt wel bijzonder als we bij de notaris zitten, denk ik. Yes. Hey. Ja, ik bel even snel nog. We krijgen net een mailtje. Beste Charlotte, en jullie hypotheek is finaal akkoord. Van harte gefeliciteerd. Nu is het pas echt officieel. Jullie kunnen een afspraak maken met de notaris. Zegt ze. Moet ik dan nu even de makelaar bellen? Maar waarschijnlijk neemt de notaris contact met de makelaar. Maar ja, omdat het al 5:30 is, zal ik wel even zeggen dat dit mailtje binnen is of zo. Nou, fijn. Nu is het gewoon helemaal rond, hè? Nou, mooi, ja. Het lijkt me wel echt spanning allemaal. Ja, we moeten dit weekend wel even champagne drinken nu. Want nu is het echt. Ik kom net thuis. En vandaag was dus de datum waarborg en... Hoe heet dat? Waarborg en... ontbindende voorwaarden. Ik was dus al op mijn werk 2 keer gebeld van weet je het al? Ik zei ja, ik heb vrijdagmiddag om 5:40 heb ik de laatste handtekening gezet. Dus het moet er vandaag zijn. Toen mailden ze in de middag weer. Dus heb ik weer even de sms gebeld. Ze zei ja, we gaan het regelen. Dus nu krijgen we die mail binnen. Maar ik weet niet hoe dat werkt. Of gaat de notaris nu de contact opnemen met de makelaar of niet? Dus ik bel voor de zekerheid gewoon nu even de makelaar. Zijn ze ook weer blij. Neemt de notaris dan contact met jullie op? Ja, de rest regelen wij, dus dat komt helemaal goed. Oké, top. Dus wij moeten met de notaris een afspraak maken en zij gaat jullie contacten dus. Ja, wij zullen met de notaris een afspraak maken voor de overdracht. Ja. En we zullen ook de inspectie inplannen. Die zal voorafgaand aan de overdracht zijn. Die vrouw had ik dus aan de lijn toen ik voor het eerst zeg maar ging smeken van mogen we alsjeblieft op de lijst. Zo grappig. Jongens, hoeveel maanden geleden was het dat ik begon met deze vlog? 2 maanden geleden? Of zo? En nu is het rond. Het is nu rond. Heel leuk. Echt heel leuk. Geachte mevrouw Bisschop, meneer. In zaken uw aankoop van de Zoetermeer is de financieringstermijn zoals vermeld in de koopakte per heden verstreken. Hierbij willen wij u van harte feliciteren met de definitieve aankoop. Voor zover nog niet gebeurt, verzoeken wij u ervoor te zorgen dat de waarborgsom of bankgarantie tijdig bij de notaris is. In aanloop naar de overdrachtsdatum zullen wij u uitnodigen voor de laatste inspectie van de woning voorafgaand aan de overdracht bij de notaris. Nice! Nou, dan was dat de eerste video. De eerste stappen zijn gezet. In deze video heb je dus helemaal kunnen zien hoe het is verlopen. Vrij makkelijk vergeleken met hoeveel moeite het kost in deze tijd. Dus daar hebben we echt heel veel geluk mee gehad. Er komen zeker nog veel meer video's aan. In de volgende video zal je ook gaan zien dat ik bijvoorbeeld moet gaan kijken wat ik wil gaan doen wat betreft mijn werk. Omdat ik natuurlijk echt ga verhuizen naar een plaats hier 1 uur vandaan.
wat ik ga doen met deze woning. Wat er allemaal bij komt kijken verder nu. Vloer uitzoeken. Allemaal dat soort dingen. Ik heb jullie met alles meegenomen. Tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds dingen aan het vastleggen. Het is nu 1 juni. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden om te zien. En je ook verheugen op de volgende vlogs. Er komen ook gewoon nog normale vlogs aan. En vanaf vandaag stop ik met verhuisvlogs en normale vlogs te splitsen. En ga ik gewoon alles in de normale vlogs doen. Als je snapt wat ik bedoel. Maar tot vandaag heb ik alles apart gehouden. Omdat het nog niet bekend was voor jullie. Dus er komt heel veel leuks aan. Ik zal jullie zoals altijd echt in alles gaan meenemen. Want dat vind ik heel erg leuk. En ik hoop jullie ook. Een nieuwe stap in mijn leven. Nogmaals, even je duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet me niet te volgen op Instagram. Nu zeg ik daar nog niks over het huis, maar over maand. Ja, dan hebben we de sleutel. En dan zal je daar natuurlijk ook heel erg veel over zien. Blijf dit kanaal volgen als je het leuk vindt. En bedankt voor het kijken. Doei!